Jij houdt van tekenen. Jazeker. Deze schilderijen hier, deze allebei, hebben eigenlijk niet zoveel met elkaar te maken. Maar ja, ik heb eigenlijk deze schilderijen ook of tekeningen gemaakt. Zodat mensen zelf kunnen nadenken wat ze erin zien. Maar bij sommigen heb ik ook echte verhaaltjes gemaakt. Al 25 jaar lang exposeert de Schiedamse huisarts Lieneke van der Griend kunst van lokale kunstenaars in haar praktijk. Tot en met eind mei hangt het werk van de 13-jarige Veronique Witoski in haar praktijk. De vader van Veronique is patiënt bij mij in de praktijk. En zodoende kwam het dat wij gevraagd werden of zij ook mocht tentoonstellen hier, haar werk mocht ophangen. En dat vonden wij erg leuk, want ook jongeren willen wij graag de kans geven om hun werk te laten zien. En wij vinden het werk van Veronique heel bijzonder. Haar vader André regelde in het geheim dat Veronique haar werk in de praktijk mocht exposeren. Dat was voor de 13-jarige kunstenares een grote verrassing. Ja, ik was echt zo blij de eerste keer. Dan is een stap dichterbij van beroemder worden ook. En stap dichterbij naar mijn dromen. Ik was echt blij en ik was echt dat hij dat had gedaan. Echt, dat was mijn hart was ontploft. Toen ze op tv zag hoe mevrouw de populaire Japanse tekenstijl anime tekende, besloot ze dat ook te gaan doen. Toen ik begon met tekenen, snapte ik ook wanneer ik verdrietig was of blij, kon ik mijn gevoelens in die tekening zetten. En dan was ik de hele dag weer blij of dan was ik weer... Ja, alle soort gevoelens kan je in je tekening zetten en dat vond ik heel geweldig. Wij vinden het leuk als mensen... Dus creativiteit is heel belangrijk en wij vinden het fijn als mensen... Betrokken zijn bij elkaar. En een huisartsenpraktijk heeft ook ergens een beetje een sociale functie. Hè? We hebben ook daarom een ruilbibliotheek staan, dat mensen daar dingen kunnen zetten die ze weg willen geven, maar ook die ze mee willen nemen. We hebben een piano staan, zodat er muziek gemaakt kan worden. Kunst hoort daar ook een beetje bij. Voor mij mag de huisartspraktijk ook een klein beetje een sociale functie hebben op die manier. Wat wil je andere jongeren meegeven die hier misschien wel van dromen? Nou, sowieso door blijven gaan met dit doen. Echt naar niemand luisteren. Jij bent echt de enige die dit kan doen. En je bent echt bijzonder. Dus je zou... Ga gewoon door met wat je doet en luister naar niemand. Doe gewoon wat je wil doen. En ja, als je echt wil, dan kom je dit ook tegen.